veel ontwetendheid. Mijn hoofd draait over uren. Sorry, ik had het ook niet aan. Zoveel stress in mijn leven. En dan is die kwaliteit wel heel slecht. Wij gaan zo lekker. Wat de fuck. Ze staan echt in mijn aura. Journal. Het is weer een nieuwe week. Gisteren is Isa helaas vertrokken naar huis. Ik ben weer helemaal lonely. Maar vorige week was natuurlijk een beetje vakantie vibe. Dus deze week ga ik weer back on track. Ik heb nu een casting. Die zit weer heel dicht bij mijn gym. Dus dan pak ik hem gelijk door naar de gym. Dat is perfect. Voor de rest moet ik echt even aan de studie vandaag. Want dat is er natuurlijk ook helemaal bij ingeschoten. Want morgen komen mijn ouders al deze kant op en mijn broertje. Helemaal leuk. Ik moet alleen even kijken, want dat is ook echt een mom life, of ik geen job heb. Dat weet ik dus nog niet. En ik stond in de optie voor donderdag en vrijdag volgens mij. Dus dat is even de vraag. Want mijn ouders zitten ergens bij Como, dus anders ga ik alvast die kant op. Maar ja, dat weet ik dus nog niet zeker. Dat weet ik waarschijnlijk vanavond pas. Maar first things first. Nou jongens, eerste en laatste waarschijnlijk casting van vandaag afgerond. En het regent weer hier hoor. Fucking Nederland, 30 graden hier. Ik schijt weer. Maar ja. Hè? Het is wat het is. De casting ging op zich wel goed. Want ik werd met een paar meiden eruit gepikt. We moesten eigenlijk op iemand wachten, maar diegene die kwam veel later. Dus zei, ja, jullie kunnen alvast gaan. Ze heeft even extra foto's van ons gemaakt. Dus I guess dat dat een goed teken is. We gaan zien, ik ben nu onderweg naar de gym. Jongens, even een little update. Ik heb een beetje anxiety / stress. Ik ben momenteel even mijn studie weer op orde aan het brengen, want ik heb er natuurlijk heel lang niet aan kunnen zitten. Jezus, ik kon goed hebben horen ook. Een week of zo. En eigenlijk is vandaag ook de enige dag, want vanaf morgen komen dus mijn family. Dus dan kom ik er ook weinig aan toe. Maar ja, there's a lot happening, want ik werd tijdens dat ik in de gym was gebeld door mijn agent hier in Milaan. Dat ik zondag voor een job geconfirmed ben, wat helemaal top is, maar ja, dat is ook heel dubbel, want mijn familie is er dan. Nou, op zondag gaan zij ook weg, op zondag niet zoveel uit, maar ik moet dus staat als je het nog anders. Ik hou het zelf wel allemaal niet bij, dus ik vind het knap als jullie het bijhouden. Maar zaterdagavond moet ik dan met de trein van Milaan vertrekken. Want het is bij de zee ergens, die job, dus dan ben ik daar al een dag eerder. Maar ja, dat is dus dubbel, want je hebt een job, daar ben je blij mee. Maar ja, het is ook wel jammer dat je dan minder bij je familie kan zijn. Maar ja, that's the model life. Dus ja, en ik had wellicht een optie voor morgen en overmorgen. Maar daar heb ik verder nog geen duidelijkheid over. Dat hoor ik vanavond. En dan kan ik kijken of ik morgen al... Oh ja, want mijn ouders, die verblijven ergens bij Como. Dus ik moet kijken of ik morgen al naar Como kan. En sowieso zaterdag weer terug naar Milaan en dan van Milaan naar Rimini. Dus ja, ik maak het misschien ook meer complicated dan het is. Maar het is namelijk ook zo dat ik eventueel twijfelde om zondag mee terug te rijden naar Nederland met mijn ouders. Want ja, dat scheelt weer een vliegticket. Maar ja, dat kan dus niet omdat ik een job heb, which is fine. Maar ik hoop wel dat ik dan, als ik dus lang blijf, dat het wel worth it is. Maar ja, dat weten we ook al niet. Dus het is veel ontwetendheid. Maar ja, daar moet je mee leren leven. Het enige wat je kan doen is afwachten en aan de studie gaan. Ja, en waar ik dus ook echt stress van krijg is mijn huid. Ik echt... Ik weet niet what's going on, maar... It's not it.
Jongens, het gaat van update naar update. Ondertussen ga ik even mijn schoenen aandoen, want ik moet even boodschappen doen. En even langs de DM, dat heb je hier. Dat is eigenlijk een Duitse winkel, maar dat is echt fantastisch met allemaal... Ja, eigenlijk gewoon een dagstrijd. Ja, oké. Volgens mij heb ik gebeld over die job van zondag. Gebeld? Nee, volgens mij heb ik dat al verteld. Alleen nu zit ik te denken, als ik morgen niks heb, om alvast richting Como te gaan. We hebben niet echt een Airbnb in Como. Niet Como Centrum, maar wel half uurtje daar vandaan of zo. We zitten in zo'n dorpje en dat zit ook aan een niet het Como meer, maar een klein meertje daar. Dus dat is helemaal enig. Alleen, ik zit er dus te denken, ik zat even naar treinen te kijken. Maar het is of best wel vroeg, of dat je daar dan echt pas om 3 uur bent of zo. Dus als ik morgen niks heb, ga ik denk ik de trein van 7:45 nemen of zo. Dan ben ik daar dus al om 9:00. En ik kan volgens mij pas het Airbnb in vanaf 10:00. Maar ik denk dat mijn parents sowieso wat later zijn. Dus dan heb ik toch, en dan ga ik zeggen tegen hem van dat ik castings heb. Maar dan ben ik daar toch al wel als een soort surprise. Het lijkt me enig. Alleen ik krijg er helemaal stress van omdat ik niet zeker weet of dat het zo gaat gaan. En ik moet dan dus inpakken voor 2 nachtjes daar. Ik moet dan inpakken, want dan gaan we zaterdag een dagje in Milaan doen. Zodat ik dan in de avond vanaf Centraal hier naar de Seaside kan. Dus daar moet ik ook alvast voor inpakken. En ik moet nog even een tas maken voor dingen die ze mijn parents kunnen meenemen dat ik niet nodig ben. Ja, het zijn echt first world problems, maar het is logistiek allemaal vrij ingewikkeld. En vooral omdat ik nergens nog van uit kan gaan. Daarbij moet ik nog eigenlijk heel veel aan mijn studie doen. Moet ik ook dat moet voor zaterdag 21 diner boek voor iemand even maken. Nou, niet een nieuw boek, maar mijn pagina's. Ik moet dus dat inpakken doen. Ik moet nog nu boodschappen dus doen. Koken. Ja. Mijn hoofd draait over uren. Ja, sorry voor al deze geklets de hele tijd. Het is eigenlijk ook helemaal niet interessant. Maar ja, ik hou jullie in ieder geval op de hoogte als ik meer weet in mijn leven. Oké, jongens, even een goede update. Het zijn alleen maar updates. Maar ik heb een beetje stress alweer. Maar nu, omdat ik dus weer aan het liggen ben tegen mijn familie. Wat ik echt al best wel vaak heb gedaan. Omdat ik, meestal als ik terugkwam, ging ik het niet zeggen. En dan ging ik iedereen surprisen in Nederland. Maar ja, nu verwachten ze dat natuurlijk. Elke keer. Dus wordt het steeds moeilijker. Maar genius, want ik ga dus morgen, heb ik gezegd, sorry, ik had het ook niet aan, als ze dit ook terugzien, ik heb gezegd dat ik morgen 2 castings heb, maar ik ben morgen gewoon vrij, dit zat al in mijn hoofd, want ik dacht als ik vrij ben, dan kan ik dus gewoon al in de ochtend daarheen, dus ik ga al met de trein van 7:40, dan ben ik eerder daar dan zij, en eigenlijk wilde ik die Airbnb guy berichten hem in het complot laten van ja, ik ben er eerder, kan ik dan in het huis? Maar ik zie dus dat wij alleen in zo'n Airbnb groep zitten. Dus als ik een bericht stuur, dan ziet moeder dat ook. Dus ik ga alleen gewoon in zo'n koffieding daar zitten chillen. Ik neem mijn laptop mee en wachten tot het zij er zijn. En dan kom ik ineens zo aanlopen. Ah.
hallo. Want zij denken dus, zij weten wel dat ik morgen kom, maar zij denken dat ik pas om 3 uur, 4 uur daar kom aankakken. Maar dat is niet. En ik heb sowieso hun locaties, dus ik kan gewoon zien hoe lang het nog duurt en zo. En ze gaan sowieso updates sturen. Maar oh my god, I'm a fucking genius. Want ik had zoveel stress, want ik ging dus een spraakmemo sturen, want ik durf mijn moeder niet te bellen. En ik dacht echt, je hoort dit zo erg aan mij. Maar ja, dat denk je dan. En volgens mij, die andere persoon denkt er helemaal niet bij na. En ze heeft gewoon normaal gereageerd. Dus ik hoop dat ze niks door heeft. Maar ja, je zou zeggen, jongens, dat jullie inmiddels het wel door kunnen hebben. Ik ga nog niet te vroeg juichen, maar ik denk dat ik toch aardig goed ben in surprises. Ik neem jullie mee hierin. Wow, dit lijkt echt zo'n YouTube vlog. Welkom bij deze surprise. Oké. Ik heb voor de rest ingepakt. Ik had echt even stress van alles. En nog steeds eigenlijk een beetje. Ik heb nog niks aan het 21e boek gedaan. En ik heb ook nog niks aan de studie gedaan. Maar ik neem morgen ook allemaal mee. Dus ik kan ook in de trein verder en zo. Eerst even afwassen, douchen. Dat dat in ieder geval allemaal klaar is. En dan, ik ga ook gewoon vroeg naar bed. Want ik moet morgen dan fucking om 6 uur opstaan. Ja, je moet wat voor je familie over hebben. Goedemorgen jongens. Met een mooie zonsopgang. Die je niet kan zien trouwens. De zon is al op. Maar ik ben helemaal bepakt en bezakt. Ik heb aardig weer wat spullen mee. Maar ik ga ook spullen daarachter laten. Zodat ik die straks naar Nederland niet mee hoef te nemen. Mijn moeder heeft me al geappt hoe de reis gaat. Ik moet weer bellen en je moet reageren, want dan ben ik bang dat ze mij gaat bellen ofzo. En ja, nu moet ik wel nog een half uur met al deze spullen gaan lopen naar de station. Maar ja, het moet goed komen. Wish me luck. Ik geef jullie later weer een update. Het is nu trouwens 7:15, even for your information. Nou jongens, ik ben echt overfit van de half verlopen. Ik heb mijn spelletjes, ik heb mijn koffer hierboven gepaald. En nu is het een uurtje naar Marione volgens mij. En dan moet ik nog een kwartier met de bus. Maar volgens mij duurt het ook nog wel even voordat zij aankomen. Ik ga nu appen van oh, goedemorgen. Oké, ik ben een klein beetje soort van gestrand hier. Op Merone station. En het is een kwartier met de auto hier vandaan. Alleen er zou hier een bus moeten zijn. Maar ik zie geen bus en mijn trein was dus vertraagd. Dus de bus die ik moest hebben, die is sowieso al weg. Maar ik heb er even geen hoor van. Ja, even kijken. Wat doe je dan? Ik denk, ik ga gewoon wachten totdat de tijd van die bus is. En als die bus er dan is, dan ga ik daarmee. En anders misschien. Anders misschien lopen, I don't know. Of ik ga zelfs wachten, misschien. Misschien dat zij er wel langskomen. Dat zou nog grappiger zijn. Dat ik ga liften bij de parents. Dan moet ik hier nog wel heel lang zitten. Ja, ik ga gewoon kijken of die bus komt. Die moet toch wel. Oké, kleine update. Die bus is niet gekomen, tenminste. Ik had ook geen geduld meer en ik. Ja, het deed gewoon niet alsof hij kwam. Dus ik ga nu bij een café zitten waar als langs een weg, waar als het goed is, mijn ouders langskomen. En dan ga ik gewoon in één keer op de weg staan van hi. Want ja, vanaf hier zit nog 3 kwartier lopen naar dat Airbnb.
Dus dat is wel een beetje ver met al deze bepakking. Nou jongens, ik ben aangekomen bij het café. En het zit dus perfect langs de weg, zeg maar aan de kant dat zij komen. Dus ik ga gewoon dit in de gaten houden. Het is heel lawaaiig met auto's, maar als zij er bijna aankomen ga ik gewoon net doen alsof ik een lifter ben. En ja, dat kan ik niet verwachten. Maar ik weet niet of het heel goed op film ga krijgen, maar dit is echt iconic. Jongens, ik kan even niet. Ik kan het niet aan dit. Ik heb zoveel stress in mijn leven. Ze rijden nu bij Como, dus het duurt nog 30, 40 minuten. Oké, we staan bedekt opgesteld. Zij komen zo meteen hier op deze weg. Over 20 minuten. En echt, ik heb echt zieke stress. Waarom is dit altijd zo fucking stressvol? Jongens, ik begin wel een klein beetje zat te worden. Ik ben hier al vanaf 9 en inmiddels is het al 11 uur. En die mensen, die zijn zo mevrouw. Die mensen zijn nu aan het ontbijten bij de fucking McDonald's. En ze zijn nog 20 minuten ver weg. Dus ja, het gaat nog wel even duren. Hallo! Surprise! Ik moet even. Jongens, we zijn aangekomen in de apartment. Ik zal even een kleine tour doen. Hier heb je de woonkamer met een kitchen. En we hebben ook een balkon en het gaat helemaal zo langs, maar daar kom ik zo op terug. Hier een table. Hier de toilet, maar daar zit kitten te schijten. Hier is de kids. Room, zoals wij het altijd noemen. Hier is nog een soort halve in. Het is gewoon een inloopkast, hè? Ja. Bizar. Hier de. Hoe noemen we dat? Master bedroom. En dan hier lopen ze zo naar het balkon, wat dus helemaal zo rondloopt. Dan heb je ook nog uitzicht op de bergen. Dus het voelt helemaal heerlijk als een mini-vakantie. En ik ben de stress ben ik kwijt. Volgens mij heb ik het helemaal niet goed gefilmd, maar het was wel grappig, want eerst keek ze een beetje zo van, wie the fuck is dat? En toen was het, oh, dus zat het helemaal niet door. En nu gaan we even boodschappen doen. Even water halen en dat soort dingen. En ik ga voor het eerst weer in de bus rijden. Wish me luck. Lucita's uitgang, ja hè? Ja, maar dan moet je dus hier helemaal heen hoor. Het is heel nat hoor, dat gras. Ik wou zeggen, je mond staat open. En dan vlieg gewoon jou heen. Ja. Jongens, welkom. Oh, dat is niet zo'n goede engel. Dit is beter. We gaan dus. Is dit inductie? Nee. Is dit toch inductie? Nee, het zijn geen. Ik zie niet uit als wij gaan een shaken espresso maken. Want er is hier dus een cocktailding. En in Milaan doen ze dit best veel. Mijn moeder praat ondertussen erg in haar zaal. Oké. Dus je hebt twee wijnglazen. Hier, dit ga ik vullen met ijs en dan ga ik even twee espresso zetten. Right back.
Oké, ik heb echt geen idee of dit goed gaat. Ik heb dus wat koffie hierin. Ik heb ijs hierin gedaan. Ja, dit kan echt ook zwaar misgaan. En natuurlijk eerst de koffie erbij doen. Koffie erbij. Deksel erop. En dan, hier ben ik altijd dus bang voor dat het ding eraf gaat. Denk ik dat ik genoeg heb geshaked. En dan komt de moment of truth. Very nice, er zit helemaal schuimlaagje op. Alleen. Ja, jullie ook doen. Dat is geen tafel. Dat is toch enig? Ja, ik heb het overgrote, dus in de praktijk ziet het er iets minder uit, maar. Ja, gorgeous. Wacht maar, ik moet even kijken of het hier is. Kan je even filmen? Je bent 0.5, hè? Ja, vind je leuk. En als die kwaliteit wel heel slecht. Goed. Als je dat leuk vindt. Een hele goede morgen, jongens. Wij zijn op de fiets naar een dorpje gegaan. En we hebben net, ik kan het denk ik niet zien, maar allemaal lekker croissantjes en broodjes gehaald. En nu gaan we weer on the way back. Kwieten, wat heb jij zojuist gedaan? Deze laten vallen. Een mes net naast ook door. Oh, oh, oh. Goedemorgen. Jongens, even een update. Ik had net al een kleine update gedaan. We hebben lekker ontbeten met croissantjes. En nu zijn we helemaal gepakt en bezakt met capri-zon, water, alles. Want we gaan naar een soort standje. En dan gaan we daar een beetje chillen. En de vriend van mijn zus, die woont dus echt vlakbij, die is hier vlakbij opgegroeid. Daar ben ik vorig jaar geweest, toen mijn zus er ook was. En hij is er nu dus ook op vakantie, hij is gewoon bij zijn ouders. Dus die gaan we vanmiddag ook even meten, even ijsje eten ofzo. Dat is helemaal getellie. Helemaal vakantie vibe, ik kom helemaal tot rust. En trouwens verder update over de modeling. Ik was gisteren vrij en vandaag ook, wat dus wel redelijk goed uitkomt. En als het goed is heb ik zondag een job, maar ik heb verder nog niet heel veel gehoord. Dus ik ga zo even een mailtje sturen. Ik heb een kaartje zitten voor mij. Ja. Ik heb een kaartje zitten voor mij.
Ja, ik heb ook altijd zijn verhaal. Daar beneden. Ja. Daar komt hij, ja, blijf naar rechts, je moet daar naar rechts. Oh. Lieve mensen, ik heb me even opgeheemd. Helemaal ingewisseld. Vandaag was zo lekker, lekker uit eten bij een Romeins restaurant. Waar ik vorig jaar ook heb gegeten met mijn zus en een vriend. En dat is echt. Dus, dat is de evening planning. Oh ja, en we hebben net nog. Na de beach een lekkere gelato gegeten. Gelato. Het stond net leuker. Wat de. Mama, kijk eens. Wat? Kijk even naar Quinten. Jongens, buongiorno. Ciao. wij zijn weer onderweg, as you can see. Ik heb mijn spullen weer gepakt, want... We gaan naar Milano en ik blijf in Milano. Nou, echt niet. Ik pak vanavond de trein naar Rimini of Rimini? Rimini. Naar de beach. Morgen gewoon aan het werk. Op zondag. En dan. En dan is even de vraag hoe lang ik hier nog ben. Maar ja, deze job zullen we wel even. Job sowieso even meepakken en we rijden dus naar Milaan. Dan gaan we nog even de tourist uithangen. Nou, dat deed ik. Ja? Meid, wat goed! Vanochtend zijn we naar Milaan geweest, de hele dag door Milaan gelopen. Het was heel hectisch allemaal, want ik ging gewoon langs allemaal toeristische dingen. En toen even dat lekkere broodje gegeten en we hebben gelato gegeten in zo'n lekker. En toen ging ik even snel naar huis, even snel douchen, want ik was helemaal bakkerig. Andere outfits aan, ik had mijn tas. Ik had mijn koffer al eerder afgeleverd, dus ik had mijn tas ook al even een beetje ingepakt. En toen reed ik snel weer naar de airport. Maar echt, ik denk dat ik zo meteen gewoon ligt te pitten. Maar ik moet wel overstappen, volgens mij. Want deze trein gaat helemaal naar Rome, dus ik moet niet zorgen dat ik daar doorheen slaap. Ik wist jullie trouwens al, ik heb een job in Rimini. Oh ja, dat heb ik al wel verteld. En ik ben er ongeveer 10:50, dus nu 5:05. Dus ja, ik ga lekker pitten.
aangekomen op de hotelkamer. Het was nog even een gedoetje. Want ik had dus die trein en toen moest ik overstappen op Bologna of zo. Ik ben trouwens heel moe, dus als ik raar dingen uitkraam, zo be it. En toen had ik nog best wel wat vertraging, maar toen kwam ik hier dus aan en toen probeerde ik een taxi te zoeken. Alleen kon ik niet echt vinden en toen vond ik dus één taxi en die zei ja, 5 minuten. En toen reed hij weg. En toen dacht ik, ja, ga ik hier wachten? Gaat dit echt 5 minuten duren? Nee. Dus ik zag al van die fietsen staan van Lime. Oh. Ik zag al van die steppen en fietsen overal staan. Dus toen dacht ik, oké, ik download even die app. En dan ga ik gewoon leuk op zo'n Lime-fiets. Dus, want het was maar een kwartiertje fietsen of zo. Dus ik zag niet meer vaar, maar fietsen. En nu ben ik er. En eerst deed ik pas het ook niet van de hotelkamer. Maar alles is nu geregeld. Morgen is vanaf 7:30 ontbijt. Ik moet het één. Oké, mijn opslag is vol en dit is natuurlijk... Oké, er zou nu iets meer ruimte vrij moeten zijn. Ik hoop het. Dit heb ik niet tactisch ingepland, want ik had natuurlijk even video's op mijn laptop moeten zetten. Want ik heb afgelopen dagen hartstikke veel gefilmd. En ik ben altijd veel aan het lullen. Maar in ieder geval, volgens mij heb ik de rest allemaal verteld. En ik heb nu eten besteld, dus daar ben ik nu op aan het wachten. En dan ga ik lekker pitten. Oh ja, en ik weet dus niet waar ik morgen heen moet. Maar I guess dat het een probleem van morgen is. Goedemorgen. Goedemorgen jongens. Ik ben uitgecheckt en ik zit soort van in de lobby buiten. Lekker ontbeten op het balkon daar buiten. Alleen, het is inmiddels al wel 9 uur. Dus ik heb niemand. Ik heb volgens mij de Instagram van een fotograaf gevonden. Ik hoop het, want ik heb die een DM gestuurd. Dus ja, I guess dat is alles wat ik kan doen. En nu al wachten. Thank you. Jongens, ik zal zo even een betere update doen, want het is hier best wel veel lawaai. Maar ik zit weer op de station aan het wachten op de trein, maar ik ben best wel vroeg. Nou ja, hij komt over een kwartier. Oké, het is nu iets minder lawaai, maar volgens mij had ik vanochtend nog niet geüpdate, want ik was dus aan het wachten bij het hotel totdat ik werd opgehaald, want ik had dus verder geen adres. Maar ja, die mensen kwamen er niet natuurlijk en ik probeerde via alle mogelijkheden, via Instagram en zo te contacten, mijn agency te contacten, maar ja, het is zondag, dus ja, die mensen die zijn ook niet aan het werk. Dus op een gegeven moment kreeg ik wel een sms van die fotograaf van ja, alles goed, omdat ik er dus nog niet was. Ik dat vertellen. En toen moest ik een taxi gaan fixen. Maar ja, sowieso reden er geen taxis in de straat hier. Dus ik kon niet een taxi aanhouden. En toen ging ik naar de receptie nog van het hotel weer. En die ging bellen en er was geen taxi available. Dus wat moet je dan? Oké, er kwam net even weer een trein aan. Dus ik ben mijn verhaal nu al kwijt en ze staan echt in mijn aura. Dat is echt mijn 13e reden op het moment. Maar in ieder geval... die taxi kon ik dus niet vinden. Oh, deze man. Ik hoop dat ze nu klaar zijn. Nou, net was even helemaal dramatisch geluid. Maar het was mijn verhaal bij de taxi. Nou, dat werd hem dus niet. Dus ik wist even niet wat ik moest doen. Maar toen heb ik maar weer die Lime bike gepakt. Maar het was wel 30 minuten fietsen. En toen nog 10 minuten in de bus zitten lopen. Maar toen was ik er uiteindelijk. En uiteindelijk
hebben we best nog shoot allemaal. Het was een boekenmerk. En gewoon lookbook. Dus dat is best wel gewoon best wel statisch. Zeg maar als je op een site kijkt. Dat, en wat je dan koopt. Die foto's zijn dat. Ongeveer. Om 6:30 waren we klaar of zo. En toen heb ik daar even gechilled. En toen dus naar Centraal gegaan hier. En nu zit ik in de trein. We zijn nog niet vertrokken, maar ik zit wel zo'n business class en alleen. Dus dat vind ik echt fantastisch. Dus ik ga hier gewoon lekker chillen en dan zit me al heerlijk aan het kijken omdat ik Nederlands praat. Echt zo bijzonder. Oh, we vertrekken nu. Dus ik zie je weer in Milaan. Mensen, dit is toch helemaal enig? Ik zit dus in een soort business class. Dat zei ik waarschijnlijk net ook al. Maar ze kwamen helemaal langs, net zoals in het vliegtuig. Met zo'n karretje, met drinken en je krijgt een soort snackboxje. Helemaal heerlijk. Jongens, ik ben net thuis en het is echt fucking heet op mijn kamer. Maar echt, thank god voor airco. En ik moet naar de wc. Hier is zo'n huisgenoot op de wc. Ik moet echt heel lang naar de wc. Ik denk al 2 uur lang. Dat is het fijne aan huisgenoten. Peripheral problems. Ja, de reis is voor de rest gewoon echt voorspoedig gegaan, gelukkig. Alleen ik heb het wel echt even toen ik naar huis liep, zo'n set moment van wow, nu ben ik gewoon weer alleen. Nou, niet dat ik het erg vind, maar wel van, er was zoveel hectiek de afgelopen dagen dat ik gewoon even niet kon nadenken van wat ik allemaal had gedaan met de parents en Quinten en met Isa. En mijn koffertje ligt hier nog helemaal nog niet uitgepakt. Dat is echt wel even zo van, wow, joh. De tijd gaat echt aan je voorbij. Ik ga niet sentimenteel worden hier. Maar ja. Dus ja. Oké, ik cringe echt ziek erg van mezelf. Maar ja, het is wel gewoon even de realiteit. Ook weet ik verder echt niet hoe lang ik hier nog ben. Want ik denk dat het deze week meer duidelijk wordt. Volgens mij mijn Airbnb eigenlijk tot donderdag. Ik kan het eventueel nog 4 dagen of zo verlengen. Maar het kost dan wel extra geld. Of ik kan zelfs nog switchen. Maar ik weet niet wat handig is qua of ik nog werkopties heb en dat soort dingen. Dus dat gaan we zien. Voor de rest. Wat heb ik te vragen? Ik denk dat ik even de vlog ga afsluiten misschien wel. Want deze vlog was echt lang. Ik heb ook veel gekletst tegen jullie. Maar is ook wel eens leuk, I guess. Dus tot de volgende keer. Maar weer. Misschien in Milaan. Misschien in Nederland. We weten het niet. Mandela life.